We gaan dit jaar voor de laatste keer hooi maken op het Eiland West. Voor die tijd moeten we eerst nog wat stukken egaliseren. En dus gaan we met de trekker en de balk op de boot naar het eiland. Een mooie tocht van een klein uurtje met wisselende waterwegen. Onze route gaat via de Wergiesterveert, de Meer, het Prinses Margrietkanaal, de Trijhoesterveert, de Grijft en de Weide Ee. We hebben meer dan 25 jaar met veel inzet en voldoening op het eiland gepast. We hebben voor 0 centen het onderhoud op ons genomen. We hebben investeringen die met gemeenschapsgeld in het gebied zijn uitgevoerd gecoördineerd. En we hebben alle bijkomende investeringen, zoals al het varend materieel, voor eigen rekening genomen. En hier zijn we best trots op. Nadat de natuurorganisatie 2 jaar geleden de meeste grond van het Boetloon op het Eiland West van particuliere eigenaren in bezit heeft gekregen, heeft men ons pachtcontract dit jaar niet meer verlengd. Hierdoor komt er een eind aan de integratie van het Boetloon binnen onze biologische bedrijfsvoering. En er komt een eind aan een eeuwenlange cultuur van boeren die in dit gebied zelf vaarland beheerden. En dat vinden wij jammer. De integratie van zo'n gebied binnen een biologische bedrijfsvoering staat garant voor een optimum aan natuur. Ondanks al onze inspanningen wordt dit kennelijk door de natuurorganisatie niet zo gezien. Gelukkig zijn er veel mensen uit het gebied zelf die wel een enorme waardering hebben voor onze inspanningen, zoals we die in dit gebied al meerdere generaties lang hebben gepleegd. En die ook zien dat het gunstig is voor de natuur. Als biologisch boer doe je het ook voor de natuur. We gaan hier vol trots mee verder op onze eigen biologische boerderij. En we zullen blijven laten zien hoe biologisch boeren en natuur elkaar versterken. Want ik ben bio.